Welkom bij een nieuwe video en ik heb een setje van de puzzels van verkeerschaos verzameld. Allemaal getekend door Jan van Haasteren. En ik heb ze even op een rijtje gelegd. Het is toch wel mooi dat ik deze gelijktijdig kon bemachtigen. En ja, dat lukt niet altijd hè, als er meerdere uitgaven zijn van de puzzels dat je ze allemaal tegelijkertijd hebt. 150, 500 en 1000 stukjes. En het is allemaal verkeerschaos, maar ze heten wel anders. En ook andere uitgaves. Ik zal even laten zien wat er allemaal in deze varianten verschenen zijn. Te beginnen misschien maar helemaal rechts. Dat is het kleine puzzeltje van de ANWB. 150 stukjes. En die heet inderdaad niet verkeerschaos, verkeerspret. Dus een speciale uitgave voor de ANWB. Een zeldzame puzzel. Nummertje 81456. En ja, 35 tot 50 euro afhankelijk van wie hem op dat moment allemaal wil hebben. Verscheen in 2015. Is dus dezelfde afbeelding als verkeerschaos, maar heet verkeerspret. Dan hebben we nog de uitgave van 500 stukjes. En die heet inderdaad Traffic Chaos of Verkeerschaos. En die is verschenen in 2014 en heeft als nummer 17465. En dan hebben we nog de laatste variant. Dat is die uitgave door Holtsen Funny World. Een puzzelfabrikant uit Nieuw-Zeeland, zoals je dat ziet. Is heel zeldzaam te verkrijgen. Maar ja, die heet dan Scooter Scramble. En heeft dus geen Nederlandse naam. Maar is allemaal wel weer dezelfde afbeelding. En die heeft als nummer 09903. Onbekend wanneer die is uitgekomen. En ja, wat kunnen we nog meer vertellen over deze verkeerschaos? Er is natuurlijk nog een puzzel verkeerschaos. En die is in 2022 uitgekomen. Echt een hele andere afbeelding. En daar is ook een CBR-uitgifte uitgekomen in 2022. Dus dat zijn weer hele andere. Maar die heette dus ook verkeerschaos. De verkeerschaos is in 2022 los uitgekomen, maar ook in een 2-in-1 variant. Nou, zo zie je maar verschillende puzzels met soms dezelfde namen en soms dezelfde afbeeldingen.